Een super spannende regiofinale vandaag hier achter mij van zowel de Scouts als de Pioneers. Als jij wil weten welke plannen er door zijn naar de volgende ronde en hoe zo'n dag er nou eigenlijk uitziet, blijf lekker kijken, want ik ga het je laten zien. Als jullie nou één uitvinding mogen aanwijzen die je heel tof vindt, waar ben je dan heel nieuwsgierig naar? Die waterzuiveraar. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. We gaan het heel doen. Uiteraard gaan jullie straks presenteren. Ik ga filmen, maar ze filmt niet jullie, ze filmt mij ook, maar het is gewoon even wel leuk voor bij de vlog, toch? Ja. Waar hou je je microfoon? Even staan. Zo. Hoe hou je geen microfoon? Zo. Kijk, wat is nou interessant om te horen? Waarom? Hey, maar wordt het straks een one-man show? Nee. We gaan wel met z'n drieën doen. Alleen, ik ben zo, zeg maar, praatjesmaker. Dus ik denk dat ik het meeste woord heb en dat we zeg maar een beetje bijpraten. Ja, wat hebben jullie uitgevonden? Carfloater. Als je in het water komt, komen de airbags naar buiten en dat je dan drijft. Boven wordt er heel hard gewerkt aan de presentatieskills, maar hier beneden hebben ze een andere opdracht gekregen. Wij maken nou een statief voor een lampje. En hoe pak je dat dan aan als je zo'n opdracht krijgt? Nou, eerst de rollen verdelen en dan gewoon beginnen. Ga je het redden? Dat hoop ik. Ja, natuurlijk gaan we het redden. Hoeveel punten worden ze beoordeeld? Ik heb drie blaadjes. Dus dat toch? Volgens mij is het 30. Originaliteit, creativiteit, effectiviteit. Dan heb je de verschillende onderdelen die, van de technische installatie. Maar je moet echt heel veel kunnen dan om te winnen. Ja, maar je moet gewoon vooral leuk vinden wat je doet. Het is tijd om al die presentatieskills ook in de praktijk te gaan brengen. Hier achter me presenteren de Scouts voor elkaar wat hun plan eigenlijk is. Daar kan je dus heel goed applaus voor krijgen. En de jury die kijkt mee om te bepalen wie er uiteindelijk gaat winnen. Best. Hoezo niet? Er ging wat fout met de PowerPoint. Maar verder? Zenuwachtig. Ja? Ja. Maar uiteindelijk tevreden? Ja, best wel. De jury heeft vergaderd en ze zijn eruit. We gaan nu horen wie de winnaars zijn die door mogen naar Vak Kanjers Live. Heb je er vertrouwen in? Ik heb er zeker vertrouwen in. Kijk, dat horen we graag. We hebben werkelijk geen idee, maar wie is nummer 2? Dat is de Carflow. Nummer 1 is geworden de slide over the way. Had je dat gedacht? Nee, ik ga eigenlijk de derde plaats. De prijzen zijn verdeeld. We weten wie er mee gaan naar het Vak Kanjers Live event op 14 juni. Tenminste, als we het hebben over deze regiofinale. Want er komen nog een aantal regiofinales aan. En als jij wil weten welke fantastische plannen er nog meer meegaan, hou ons in de gaten. Wat ga je met die bloemen doen? Aan mijn moeder even. High five. Hoi.